Hi, fijn dat je er bent. Vind het heel fijn dat we eventjes iets van je tijd mogen afsnoepen om de bekend. Ik heb nu al 16 keer. Nou, Stef vindt het heel erg moeilijk. Ik vind het echt heel gemakkelijk. Heel fijn dat je erbij bent bij de uitslag van de verloting van de cursus die door de Zomerhof beschikbaar is gesteld. Ten behoeve van Serious Request 3FM Enschede 2012. We bedanken ook ons hele team dat ook ontzettend heeft meegewerkt om deze verloting tot stand te brengen. En alle werk die erin is gaan zitten. Echt geweldig, zoals we het met z'n allen hebben geregeld. Nou, vraag ik je misschien af, we hebben al die tijd op de blog gezet dat we op een hele ludieke wijze zouden wij het geld gaan overhandigen. Of in ieder geval de cheque overhandigen in Enschede bij het Glazen Huis. En we hebben er ook al die tijd naar uitgekeken om dat te gaan doen. Maar helaas hebben onze lijven iets anders aangegeven. De afgelopen 5 dagen hebben we voor pampers gelegen in bed, doodziek vanwege een griep of... Kijk, Stef ziet er nog steeds niet uit en ik ben gelukkig al een beetje opgekale vader. we zijn dus zo ziek geweest. We hebben ons vandaag eventjes in kerstkleding gehesen voor deze opnames. Maar straks duiken we zo het bed weer in, want we zijn nog steeds echt niet lekker. En wat was onze ludieke actie nou eigenlijk? We wilden met 2 van onze langoren, dus onze ezeltjes, wilden naar Enschede gaan. En daarmee de aandacht van de DJ's trekken. Om zodoende nog meer loten te verkopen en nog meer geld op te halen. Maar helaas, het was ook heel erg druk in Enschede. Hebben we op de televisiebeelden gezien en gehoord op de radio, internet. Dat we het onze ezeltjes ook niet wilden aandoen. Dus vandaar dat we het geld gewoon eigenlijk gaan storten. Een beetje saai. Maar mocht je nou een klein beetje je twijfels hebben van gaan ze dat hele bedrag wel storten. We doen op de blog doen we eventjes een afschriftje van het gehele bedrag wat we storten. Dus dat is bewijzen. Ja. En dat komt dan eind van dit jaar in ieder geval als de hele actie is afgerond. Dan storten we tenminste. Er kan altijd nog geld binnenkomen op dit moment. Dat weten wij natuurlijk niet. Bij ons op de rekening. Dus we wachten tot het echt helemaal is afgerond. En dan gaan we storten. En dan zetten we een bewijsje van op de blog. Hey Mieke, zou jij eens willen vertellen hoe het verloop nou is gegaan? Ik bedoel, mensen gingen geld storten. Wat gebeurt er dan? Nou, dan iedere ochtend opende ik de bank. En dan ging ik kijken waar bedragen binnenkwamen van 5 euro, 10, 15, 25, 20. En die bedragen bekeek ik dan of dat om loodjes ging. Als er een bedrag van 5 euro was overgemaakt, dan draaide ik 1 exemplaar van de overschrijving uit. Was er een bedrag van 15 euro overgemaakt, dan draaide ik 3 exemplaren van de overschrijving uit. Oké, dus als je meer loodjes kocht, had je ook meer kans? Dat klopt. Dus we hebben mensen gehad die 1 loodje kochten. We hebben mensen gehad die meerdere loten kochten. En het max is geweest 10 loten. Dus iedereen net zo welkom. En in totaal waren er 154 loten zijn er verkocht? 154, ja, 154. Hey, en even denken hoor. We hebben een heel stapeltje loodjes. Ja. Hè? Zullen we het even erbij pakken? Dit zijn de loodjes uiteindelijk. Mag ik van jou mijn skeer? Je skeer. En het papiertje, ja. Dit is nou zo'n uitdraai die we dan binnenkregen van de, tenminste bij de bank. Dus wat ik dan deed, dan knipte ik geheel eigenhandig het overtollige eraf. En hadden we zo een lot. Dit is dan een betaling van 5 euro geweest. Nou, we hebben bedacht dat deze loten, die gaan we in deze bak deponeren. Mm-hmm. Ik zal even laten zien dat die leeg is. Ik vind het wel een beetje spannend, het is wel leuk. Ja, maar dat is het ook. Dus hier gaan alle loten in. Hier zit dus ook jouw loodje bij, of jouw loodjes zitten daarbij. En we gooien ze er zo in. Even nog tussendoor, Mieke. Er zijn ook nog mensen die gedeeld hebben op Facebook, hè? Kun je daar nog iets over vertellen? Ja, er zijn inderdaad echt geweldig. 28 mensen geweest die hebben gedeeld op Facebook. En onder al deze mensen gaan wij de cd's verloten voor de babymassage.
Dus zodra je, als jij ook hebt gedeeld op Facebook, dan is er een kans dat jij ook een cd toegestuurd krijgt. Hartstikke mooi. Hey, volgens mij zijn we aangekomen tot het allerspannendste moment. Het hele lijstje al. Zal ik eens even kijken? Zo'n speakbriefje. Ja. Het ziet er naar uit dat het moment echt is aangebroken. Ja. Ik denk dat we nog even moeten husselen. Ja? Hou je me even vast? Ja, gaat mijn charmante assistente gaat even husselen. Het ziet er heel charmant uit. Ik denk dat je je ogen dicht moet doen. Ja? Ja. Nee, maar doe jij maar de trekking. Stofwolken komen door de lucht. Ja? Ja, met je ogen dicht. Ja. Ta-da-ta-da-ta-da-da-da-da-da-da-da. Heb je er één? Ja. Oké. Okay. Nou, heel spannend. Ik heb geen bril op. Ik moet even goed zoeken. Het is een lot van H. Mouthaan. Dezegene woont in De Meern. En ik denk ook dat het Erika is. Erika is een oud-cursiste van ons. Ik durf niet helemaal met 100% zekerheid te zeggen. Ja, Mieke denkt van wel. Maar het zou natuurlijk lullig zijn als we het verkeerd bekendmaken. Maar goed, ik zal het nog een keer herhalen. Het gaat over H. Mouthaan. Er staat nog EO achter. Dat is een of-rekening. Oh, geweldig. Ik dacht, dat zijn heel veel mensen nog. En omgeving. En de postcode 3453. Mag ik alles verklappen? Nou, ik zou het niet doen. Even straks in De Meern. YouTube aan de deur staan. Dus zullen we nog eventjes laten zien? Nee, ik kan het je niet laten zien, want dan staat alle informatie erop. Maar we willen jou heel hartelijk feliciteren met je gewonnen prijs. Nou, we gaan nog mailen, hè? Ja. We gaan een berichtje aan je sturen, een mailtje. Ise, die komt ook eventjes feliciteren. Dat is knap, hè? Goed. En we zijn heel benieuwd wanneer je komt, welke cursus je gaat uitkiezen, of je zelf komt of dat je een cadeau gaat geven. Maar je bent heel erg welkom en gefeliciteerd. Heel erg gefeliciteerd en nou, we zien je heel graag weer verschijnen. En fantastisch dat ook jij hebt meegedaan. Ja. Dank je wel. En voor de anderen ook hartstikke bedankt en heel fijne kerst. En ja, geniet ervan met z'n allen.